Uiteindelijk komt het hier altijd op neer. Spanje heeft de sleutel in handen. Als Spanje het niet eens is met die Catalaanse onafhankelijkheid, dan komt ze er niet. Maar als Spanje er in een hypothetisch scenario dan toch mee instemt, ja, dan is Catalonië wellicht wel sterk genoeg en groot genoeg en met voldoende bevolking om. Leefbaar te zijn. Er zijn andere plekken in de Europese Unie die volwaardige lidstaat zijn en die kleiner zijn en minder economische draagkracht hebben en, 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 en minder bevolking hebben dan Catalonië. Dus in principe kan Catalonië wel bestaan als onafhankelijke lidstaat in de Europese Unie. En als Madrid ermee instemt, ja, dan kan ik mij niet voorstellen dat. De Europese Unie nog zou dwars liggen, of de Europese instellingen dan als, 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 als daar binnen Spanje een vergelijk is uitgewerkt, dan zal de rest van de